Welkom bij Rotterdammers. Mijn 8e gast heet Carrie en veel mensen kennen haar van haar columns. En sinds enige tijd is ze nu ook advocaat in Rotterdam. En met haar ga ik praten. Hallo. Carrie, we beginnen met de ramp in Oekraïne. Dat was natuurlijk vreselijk. Heb je daar wat van meegekregen? Ja, verschrikkelijk. Ik hoorde het gisteren. En gisteren, begin van de avond, toen was het net gebeurd. Toen heb ik heel even nieuws gekeken en toen kan er niet zo goed tegen. Ik raak er echt van streek. Okay. Ik ben ook heel bang voor, hoor. Omdat ik denk, als het het Oekraïnse leger is geweest, dan wordt Poetin boos op het Oekraïnse leger. En als het de rebellen zijn geweest, worden wij boos op Poetin. En ik ben gewoon heel bang dat er narigheid van komt. Ja. Ook nog meer narigheid. Het ziet er nu naar uit dat het vooral in de hoek zit van de rebellen. Ja. En dat kan natuurlijk grote politieke gevolgen hebben voor Poetin. Ja. Het doet mij voor heftigheid ook een beetje aan 11 september denken. Ja. Ik bedoel, het is totaal niet hetzelfde, maar dat zo'n toestel zomaar uit de lucht wordt geschoten. Ja, maar nou heb ik heel erg het gevoel dat het nog geen enkel doel dient, maar dat het gewoon een bezopen wodka-generaal is die het verkeerde wapen in handen heeft gekregen. Weet je wel, zo waanzinnig onzinnig. Ja. Maar gek natuurlijk dat niet bekend was dat zo'n wapen daar is. Ja, die vliegtuigen daar gewoon maar overvliegen en dat dan een gek denkt dat hij waarschijnlijk een ander toestel raakt. Ja. Gruwelijk. En Rotterdam, Jenny kende jij niet, hè? Ja, ik kende haar wel, maar ik wist weer niet. Ik weet altijd wel het gezicht, maar niet de naam. Van Asian Glories, van het restaurant. En zij zat met haar man, Popo Pham, en zij de Jenny Lo. Ze hadden dus een prachtig restaurant, vlakbij V&D. En daar kwamen heel veel Rotterdammers. Het internet is ontploft echt. Ach, en ze vloog met haar moeder terug. En ja, wij waren ook heel goed persoonlijk met haar. Dat is echt heel verdrietig. Zeker heel verdrietig. Even bij stilstaan. Naar voor je. Nou, voor haar, voor de hele familie. Mm. Voor iedereen die van haar hield en van haar man. In jouw leven is 17 een magisch getal? Ja, ik doe altijd alles 17 jaar en dan is het klaar. Oké, nou, waar begon het mee? Het begon denk ik met de Black Widow. Dat was een punkwinkel op de Nieuwe Binnenweg. Ja, die is er nog steeds. Die is er nog steeds. Ja. En die wordt nu nog steeds door Gerard geleid en dat gaat allemaal heel leuk. En die heb ik 17 jaar gedaan en na een half jaar kwam jij binnen en jij ging mij interviewen. En toen zei je daarna, wil jij geen columnist worden bij Radio Rijnmond, toen nog. Ja. En toen dat wilde ik niet. En toen heb jij een half jaar gezeurd dat ik dat toch echt moest doen. Ja. En toen ben ik dat geworden, toen ben ik 17 jaar columnist ook bij Radio Rijnmond geweest. En dat was hartstikke leuk. Dat was hartstikke leuk, ja. Ja, ik had altijd iets van, als ik mensen dacht van die kunnen wat, dan probeerde ik ze bij Radio Rijnmond te halen. Ja, dat is heel grappig. Want ik wilde niet, want ik geloofde niet in vrijheid van meningsuiting van de publieke omroep. En jij hebt me overtuigd dat ik echt mocht zeggen wat ik wilde. Ja, dus dat was ook het principe van mij, ik ben tegen censuur. Dus als ik jou binnenhaal, moet je alles kunnen zeggen. Ja. Ook al als ik het onzin zou vinden, maar moet niet uitmaken. Nee. Vrijheid van meningsuiting. Nee, afspraak was duidelijk. Bij de derde waarschuwing vlieg je eruit. En de waarschuwing krijg je altijd achteraf. Ja, heb ik dat gezegd? Binnen een half jaar had ik 2 waarschuwingen. Weet je dat ik dat al helemaal niet meer weet? Wat goed. Ja. Ja. Goed, dus dat was jouw begin. En toen weer 17 jaar. Ja, toen ben ik bij halverwege Rijnmond ben ik ook bij de VARA gaan werken. Ja. Bij het programma Spijkers met Koppen. Ja, dat was leuk. En dat heb ik ook 17 jaar gedaan. En toen ben ik daarmee opgehouden. Ja. En toen? Ja, nou, toen ik 50 was, toen werkte ik nog bij de VARA. Toen dacht ik, denk dat het wel een beetje eindig is, die media. Ik begon me ook te vervelen. Ik werd altijd gevraagd als het over Rotterdam ging, vrouwen of hoeren. Dan moest ik iets komen vertellen en dan moest ik een grote mond opzetten. Werd ik zat, dus toen dacht ik, ja, dit wil ik dit, weet je wel. Voortdurend zo'n beetje rond blijven hangen aan de zijkant. Beetje als columnist, beetje, nou, niet echt eigen programma's. Wist ik ook niet of ik dat wilde. Toen dacht ik, ik ga wat heel anders doen in mijn leven. En toen ben ik echt gaan nadenken. Ik denk, wat ga ik doen? Ja. Toen dacht ik, ik vind belangenbehartiging heel leuk voor vrouwen en voor jongeren. Daar ben ik het beste in. Dat heb ik altijd gedaan. Maar je had toen het dacht ik, ga rechten studeren. Je had het net over hoeren. Er stond gisteren in de krant dat die weer rondlopen nu op de Binnenweg. De Binnenweg, ja. En het gekke is, ik kwam gisteravond thuis. En toen werd ik ook weer door een hoer benaderd. Ik woon parallel aan de Binnenweg op de Matenesselaan.
En er stond s'nachts een vrouw helemaal in de war en die wilde van alles. Ik zeg nou, als je daar naar boven kijkt, daar zit mevrouw te werken. Dus, die zal het niet prettig vinden als ik mee rij. Ik heb nog een huwelijk te redden. Ja, nee, precies. Ja, maar jij had toen ook van alles te maken met hoe er op de Keilenweg. Ja, ik heb met die meiden van de Keilenweg toen een project gedaan. Dat heette de Koninginnen van de Nacht. Nee, we deden eerst een modeshow. Dat was en daarna hebben we een cd opgenomen met allemaal liedjes over prostitutie. Ja, ja. En het geld wat we daarmee verdienden en de goodwill die we kregen, hebben we toen gebruikt om te zorgen dat die meiden allemaal in een huis terechtkwamen. Want het grootste probleem was dat ze dakloos waren. En waar zijn die meiden nu? Nou, die wonen allemaal en die mogen daar ook gewoon gebruiken. Je hebt huizen waar ze niks gebruiken, maar ook huizen waar ze gewoon wel heel veel gebruiken. En er wordt geprobeerd om te onderzoeken welke kant ze op moeten. En als er nu gesignaleerd wordt dat er weer meiden op de binnenweg lopen, zouden dat ook die meiden kunnen zijn? Ja, dat weet ik zeker. Dat weet je zeker? Ja. Okay. Dat die nog steeds... En hoe zou dat komen? Werkt het dan toch op een bepaalde manier verslavend? Nee, ik denk wat er aan de hand is, ja, gaat zeker ook om het geld. En ik denk, kijk, als je als stad denkt, er is een nul optie hè, bij ons. Wij doen niks aan prostitutie. Ja. Het enige wat er was, is seksclubs mogen blijven, voor de rest doen we niks. Dan sluit je je ogen voor de werkelijkheid. Het is het oudste beroep van de wereld. 1 op de 4 mannen gaat wel eens naar de hoeren. Dat betekent dat als je er niks voor regelt, dat het in het ondergrondse gaat. En dat het dus de meest kwetsbare groepen zijn die het gaan doen. Ja. Het is bijna niet te doen om als ik zal maar zeggen, vakvrouw, als je denkt, nou, het is mijn vak en ik ga het doen, om dat op een fatsoenlijke, leuke manier te organiseren. Ja, maar het gekke is dat prostitutie is in Nederland legaal. Jawel, maar als er geen mogelijkheden voor worden gegeven, dan krijg je dus een enorme toename van loverboys. Ja. Ik zal maar zeggen, zo'n zwakbegaafd meisje dat dan weer weg is en een paar dagen kwijt is. Vaak is die dan in de tussentijd, ik weet niet of het in dit geval zo was, maar vaak is die dan in de tussentijd toch uitgeleend aan diverse vrienden en neven en ooms voor geld. Ja. Nou, dat soort dingen, als je dat wil voorkomen, zal je er toch iets op moeten verzinnen. Ja. En het schijnheilig beleid om te denken, het gaat niet gebeuren. Als wij zeggen dat het niet gebeurt, gebeurt het niet. Als je ogen sluiten voor de werkelijkheid, dan gebeurt het in achterafkamertjes, kelderboxen en op een manier die je niet wilt. Dat is niet goed. Ik ben nog steeds voor een mooie, prachtige hoerbuurt. Ja, ja, ik ook. Ja. Waar het hele nachtleven zich mag afspelen. Waar ook de afterparties worden gegeven. Waar het lawaai gemaakt mag worden. Ik had het idee om het hele Noordereiland daarvoor vrij te maken. Vinden ze bij het Noordereiland iets minder leuk? Ja, al die binnenschippers. Die zijn altijd aan het mopperen. Nee, maar het zou wel praktisch zijn. Ik bedoel, dan heb je één plek gewoon waar dat allemaal gebeurt. Lloyd Pier mag ook. Vertier en eten en noem maar op. Lloyd Pier mag ook. Lloyd Pier mag ook, oké. Okay. Goed, maar nu naar de advocatuur. Ja. Waarom besloot jij op late leeftijd, ik ga de advocatuur in? Nou, toen ik klein was en HBS had gehaald, toen wilde ik heel graag rechten gaan studeren. Maar mijn ouders hadden alleen lagere school. Dus die hadden iets van, ja, universiteit is net de maan. Die mocht er wel naartoe, maar niemand wist waar die was. We hadden niemand in de familie. Wij waren de eerste van 33 kleinkinderen die een VWO-diploma haalden. Dus toen ben ik HBO gaan doen, sociale academie. Nou, vond ik al heel dapper. En toen dacht ik, ja, dat is toch een droom. Dus ik wil dat toch een keer gaan doen. En toen kwam ik dus bij zo'n gala van de Koninginnen van de Nacht, kwam ik mevrouw Opstelten tegen, de vrouw van de burgemeester. En die, ik zei, wat doe jij nou in het dagelijks leven? Ze zei, nou, ik ben kinderrechter. Toen zei ik, dat heb ik zo graag willen doen, rechten studeren. Ja. Zei ze, dan moet je dat doen, Carrie. Dan moet je daar niet over praten, dan moet je dat doen. Nou ja, dat was het setje wat ik nodig heb, dus toen ben ik het gaan doen. Ja. En 4 jaar daarna was ik advocaat. Ja, toch, zo hard kan het gaan in het leven. En toen wilde je eerst bij Wesky stage lopen, hè? Nee, dan gaan werken. Als bijzondere advocaat. Ja, prachtige advocaat. Heel erg goed. Ik vind kwalitatief een van de beste advocaten. Maar zij doet strafrecht. Ja. En ik vind strafrecht helemaal niet leuk. Nee. Want het is altijd hetzelfde. Van, ik was het niet, ik heb het niet gedaan of ik kon er niks aan doen. Dus ik vind dat heel vervelend. Dus zij zei, dat moet je niet doen. En ze zei ook, ik ben een workaholic. Ik werk echt van 6 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dat hou jij niet vol. Dat is ook zo. Dat ik wil s'avonds een wijntje kunnen drinken. Dus jij koos voor de sociale advocatuur. Ja, maar dat had ik bij Wesky ook wel gedaan. Want ik ben niet voor de... Nee. Ik verveel me altijd snel bij rijken. Zet mij bij de rookdriemers in 10 minuten te gapen, ik zweer het je. Zet me tussen een heleboel vervelende jongens en ik heb het helemaal naar mijn zin. Maar voor wie wil jij opkomen? Ik kom op voor mensen die echt onderaan hangen. Die onderaan bungelen. Dat vind ik het allerleukste. Het allerfijnste. Nou ja, niet het allerfijnste. Hoe erger? Maar,
Nou ja, ik vind het prettig om als mensen bij mij komen waarbij alles mis is. Ja. Ik doe huiselijk geweld als specialisatie. Dus er zitten de hechtingen er net nog in. En dan komen ze bij mij. En dan, als ik dan binnen 9 maanden voor elkaar krijg dat alles weer in orde is. En ik zie dan wat voor mooie, sterke vrouw er achter die hechtingen zat. En ik zeg ook tegen de kijk nou eens terug. Ja, dan ben ik apetrots. Als dat gelukt is, dan... Ja, dat kan ik me voorstellen. Dan heb je die scheiding ja. En dan is het gezag geregeld en de omgang, de alimentatie en alles is dan geregeld. En is huiselijk geweld, is dat ooit op te lossen? Nou, de crisis helpt niet mee. In alle situaties van huiselijk geweld is een aanleiding schulden. Schulden zijn heel financieel. Erg voor mensen. Financiële ja. Schulden is echt een drama. En ik denk dat het wel op te lossen is als je eerder... Als je als vrouw ook eerder roept dat het zo is. Gemiddeld laat een vrouw zich 33 keer slaan voordat ze weggaat. 33 keer een mishandeling, dus niet 33 klappen, maar 33 keer een gebeurtenis van mishandeling. Dat moet je niet laten gebeuren, want voor hem is het ook vreselijk. Hij wil het ook niet. Nee. Hij is ook niet met jou getrouwd om jou te gaan slaan. Of om de kinderen te slaan, of om de hond te slaan. Hè? Want dat hoort vaak in het hele pakket. Dus als je eerder ingrijpt... zakt hij ook niet zo ver af. Dus ik roep ook altijd, jij hebt ook een verantwoordelijkheid om ja. te stoppen. Ga eerder weg, roep eerder hulp in. Doe er iets aan, ook voor die kinderen. Voor de kinderen is het zo traumatiserend. Dat is het onvermogen? Het is vaak ook onvermogen, ja. Maar en, ook... En het omgekeerde ook, gebeurt dat ook? Dat vrouwen... mannen slaan, ja, gebeurt ja. ook. Ja. Verdedig die ook wel eens? Ja. Ja. Uh-huh. Nou ja, je ziet vaak... Dus er zit natuurlijk iets mis. Kijk, er zijn mannen met een kort lontje. Dat zijn, ja, sorry, maar dat zijn gewoon klootzakken. Die verander je niet. Daar moet je ook niet op inzetten. Moet je gewoon weggaan en ver uit de buurt blijven. Maar je hebt de meeste mannen, ik denk 90% van die mannen, die wilden die niet hoor. Die willen ook gewoon leuk. Maar die drinken te veel, die hebben stress. En dan gaat die vrouw lopen zeuren. En dat weten ze dat ze dat niet moet doen. Nou, dan is het weer gebeurd. De dag daarna hebben ze vreselijk veel spijt. Vreselijk groot verdriet. Nou, en dan bouwt die spanning zich weer op en dan krijg je die ontlading weer. Wat is de beste straf voor iemand? Want daar is altijd veel discussie over. Helpt het wel als je iemand in de cel zet? Of wat zou de beste straf voor iemand zijn? Nou ja, soms wil je niet anders. Soms wil je dat iemand het in ieder geval niet nog een keer kan doen. Ja. Dus dan is het een soort preventie. Dat je denkt, nou ja, hij zit in ieder geval vast en die 6 jaar dat hij zit, kan hij niks flikken. Dus dat kan. Maar wat je zou moeten doen is, je hebt ze binnen, ga met ze aan het werk. Ja. Zorg dat ze een vak leren, zorg dat ze de taal leren, zorg dat ze zo hoog... Waar ik heel erg van geschrokken ben, is dat 80% van de mensen die bij ons in de gevangenis zitten, hebben een verstandelijke handicap. Hè? Zo. Dus zo gaan wij om met onze zwakke medemens. Op een 80%? 80%. Zo. En dat is natuurlijk toch heel sneu. Dus ja. Ik denk, maar je hebt ze wel binnen. Ga met ze aan de slag. Die 4, 5, 6 jaar dat je ze binnen hebt. En probeer ze gewoon in ieder geval zoveel mogelijk. Maar dan zou je zeggen, aan een verstandelijk handicap, daar kunnen mensen niet zoveel aan doen. Nee, maar dat wil niet zeggen dat je je niet staande kan houden door een vak te leren om de dingen te kunnen. Ja. Laten we even wat nieuws doornemen. Er wordt bezuinigd op de rechtsbijstand. Ja, dat vind ik heel erg slecht. En wat ik vooral slecht aan vind, is, het gaat niet over mijn eigen inkomen, maar het gaat erom dat er allerlei gebieden worden afgesloten waar mensen geen rechtsbijstand meer voor kunnen nemen. Dus niet meer voor naar de rechter kunnen. Nee. Bijvoorbeeld huisvesting en arbeid. Daarvan zegt de staatssecretaris Steven, ik mag hem niet en dat zal ook nooit verbeteren. Daarvoor zegt hij, dat kan best in geschillencommissies geregeld worden. Daar kan je je voor verzekeren. Nou, de mensen die bij mij komen, die hebben een baantje van 20 uur. Die hebben nooit iets vast. Die hebben echt geen geld over om een verzekering ervoor te sluiten. Dat betekent dat op het moment dat de werkgever iets doet wat hij niet mag... en je kan er niet meer voor naar de rechter... dan betekent het dat iemand dus gewoon geen rechtsingang meer heeft... en machteloos en rechteloos wordt. Dat moet je in de samenleving niet willen. De basis van een democratische samenleving is dat mensen... als het iets niet goed gaat, naar de rechter kunnen gaan. Ja, ja. De huisjesmelkers op Zuid staan te juichen als je voor huurzaken niet meer naar de rechter kan. Ja. Dan kunnen ze flikken wat ze willen. Doen ze nou ook al. Maar als er een paar goede advocaten achter zitten, dan voelen ze zich wat meer de adem in de nek. Dus nou, dat zijn de dingen waar ik me heel erg zorgen over maak. Ja, ik weet nog wel, vroeger had je het JAK en zo, allemaal instellingen waar je voor rechtshulp naartoe kon gratis. Maar dat kan dus niet meer. Mm-hmm. Nee, en de eigen bijdrage wordt ook steeds hoger. Ja, voor mensen die
die bijvoorbeeld een, of mogelijk nog maar twee keer iets declareren per jaar. Als iemand bij mij komt, is contact, straatverbod, echtscheiding. En dan vaak begint de man een kort geding omdat hij omgang wil, moet mevrouw zich ook verdedigen. Dan is er nog iets met een uitkering. Het zijn vier zaken. We hebben een hoofdvlieger. Maar dan kan ze die zaken dus niet doen. Ja, nee. Dat vind ik niet goed. Zullen we even wachten tot hij weg is? Het is een heli, hè? Politieheli, ja, of voor dijkzicht. Dat is dijkzicht. Ook vaak zo. Ja, ik ben de overvliegroute. Dijkzicht zeggen we. Erasmus MC. Erasmus MC. Oude woord nog, ja. Nog een nieuwtje of een nieuwtje. Discussie over Volkert van de Graaf. Eerst even, wat vond je van de straf die hij gekregen heeft? Dus zeg maar 12 jaar voor moord op Fortuin. Ik vond het heel hoog. Het was de eerste moordkans op dat hij het nog een keer doet. Dus eigenlijk niet aanwezig. Ik vond het een hele hoge straf. Ik snap wel dat de maatschappij geschokt is. Maar ik vind dat rechters dan toch afstand moeten houden. En moeten denken, kijk, de moord op een kind of op een vrouw is net zo erg als de moord op Pim Fortuyn. Ik vind een politieke moord wel heel verschrikkelijk. Maar ik vind een moord op een weerloze vrouw vind ik ook verschrikkelijk. Dus ik vind dat we voorzichtig moeten zijn met de maatschappelijke verontwaardiging en dat in de strafmaat meewegen. Ja, ja. Dus ik vond het redelijk aan de hoge kant. Maar wat had jij een redelijke straf gevonden? Nou ja, ik doe geen strafrecht, dus ik weet het niet zeker. Maar ik heb ook altijd iets, kan je niet iets bedenken dat hij ook iets goed moet maken? Want jij heeft iets heel erg geschokt. Dan kan je niet zorgen dat mensen dat we daar meer met straffen aan gaan denken. Van hoe maak je dingen weer goed? Ja. Hoe kan je proberen? Veel Rotterdammers zullen het niet met je eens zijn. Hè? Die zullen eerder de straf veel te laag vinden. Ja. Ja. En nou heeft hij gezegd, ik wil dat een deel van de beperkende maatregelen, dat die ook verdwijnen. Hè? Dat heeft hij voor de rechter gevraagd. Wat vind je daarvan? Ja, ik ben een beetje je straf uitgezeten, klaar is klaar en over is over. Maar hij heeft nu natuurlijk strafvermindering op voorwaarden gekregen. Maar ik vind, waarom mag hij niet naar Rotterdam komen? Omdat Pim Fortuyn hier ook een huis had? Ja, bijvoorbeeld. Of omdat hier nabestaanden zijn die... Hij zal toch niet voor dat huis gaan zitten? Ik bedoel, ik vind het allemaal zo heel erg toegeven aan die maatschappelijke verontwaardiging. Waarvan ik denk, ja... Maar ik weet dat een heleboel mensen nu woedend op me zijn. Maar ja, ik ben absoluut tegen politieke moorden. Hè. We zijn Nederland, flikker op, we kunnen het altijd uitspreken. Het is verschrikkelijk dat het gebeurt. Maar ik vind wel, hou een beetje het gezonde verstand erbij. Oké. Wil je mij wat vragen? Ik wil jou wel vragen waarom je niet meer gewoon leuk bij Radio Rijnmond werkt. Ja, het was wel heel leuk, ja. Ja. Ja, op een gegeven moment, toen werd het een soort te groot. Hè. Toen kwam de televisie erbij en we zonden 24 uur per dag uit in plaats van 3 uur waarmee we begonnen. En toen kreeg je discussie van welke rol speel je zelf nog daarin. Hè? Want ik was dus wel directeur als hoofdredacteur. En eigenlijk zou je dat soort dingen misschien moeten scheiden. En toen dacht ik, nou, het is nou zo groot geworden met die nieuwe televisie erbij. Dat is misschien een goed moment om weg te gaan. En toen kreeg ik dat aanbod van het NOS-journaal. En dat vond ik ook wel een eer. En ook wel dat was ook heel leuk natuurlijk. Ja, ook wel interessant om te kijken wat dat nou weer inhield. Ja. Ja. Hey, en nu? Wat doe je dan nu met al je lege mooie uren? Of zijn ze niet leeg? Nee, ze zijn veel te vol. Ik word moe van mezelf. Ik ben met een boek bezig over buurtverzet. Dat heft in eigen hand. Dat komt aan het eind van het jaar uit met een aantal schrijvers. Dat is een heel leuk project. Het gaat ook over Delfshaven. En wat er na het verdwijnen van de deelgemeente nu gebeurt. En dat is echt helemaal verkeerd volgens mij. Maar dat ga ik in dat boek uitleggen. Het heeft te maken met dat steeds meer mensen zeggen, de politiek maakt veel fouten, we moeten het heft in eigen handen nemen. Ja. Zelforganisatie. En ik vind ook dat het die richting meer uit moet. En ik vind ook dat de politiek meer vertrouwen moet delegeren naar de burgers, naar de mensen. Ja. Maar ik vind ook, politiek doet zo heel erg alsof ze zo ontzettend belangrijk en groot en weet ik het wat zijn. Terwijl ik denk, het enige wat je hoeft te doen is zorgen dat het goed loopt. Dat het allemaal netjes geregeld is. Ik bedoel, als je nu 14-010 belt en je kan nooit doorverbonden worden aan de sociale dienst, dan ben je gewoon
heel fout bezig. Ja. Als je garandeert dat mensen binnen 48 uur worden teruggebeld, en dat gebeurt nooit, echt nooit. Nee. Ik bedoel, ook advocaten worden niet teruggebeld, cliënten worden niet teruggebeld. Dan creëer je een sfeer dat mensen opgefokt raken. Die komen vervolgens aan de balie, zijn opgefokt. En dan wordt er gezegd, ja, er wordt steeds lulliger gereageerd tegen hulpverleners en dienstverleners. Ja. Ik denk, nee, je hebt dus de maatschappij zo georganiseerd, mensen afgezekerd worden, dan worden ze kwaad. Ja. En terecht, want het gaat over hun inkomen. Ze doen soms 7 maanden over het toekennen van een uitkering. Als ik er dan uiteindelijk bij kom, dan krijgen ze het wel. Maar dan 7 maanden zitten mensen zonder. Nou, 7 maanden mensen zonder geld laten zitten. Paniek is tot hier, ontruimingen starten. Het is gewoon wilde paniek. Hoe moet je kind naar school? Is geen OV-kaart. Sommige kinderen lopen 1,5 uur naar hun school omdat er geen geld is voor OV. Ja. En omdat het fouten zijn die gemaakt worden door de gemeente. Denk, zorg nou eerst dat je dienstverlening in orde is. Voordat je een grote mond opentrekt over stadsinitiatieven of weet ik het wat. Ja, allemaal. Nou, die stadsinitiatieven, dan zegt zo'n wethouder, zo'n nieuwe wethouder, die zegt dan van 1% van de gemeentebegroting gaat naar de stad, naar de wensen van de burgers. En dan denk ik, man, hoor je wel wat je zegt. Ja. Ik bedoel, 1%. Mogen de mensen zelf een beetje, wij zijn de belastingbetaler, uitmaken wat er met het geld in de stad gebeurt. Ja, ja. Maar hij denkt dat hij met 1% echt enorm gul is. Maar Nico, ik moet eerlijk zeggen dat ik bij dit gemeentebestuur een beetje het gevoel heb wat ze in België hadden. Daar hebben ze 1,5 jaar helemaal geen bestuur gehad. Het liep gewoon door. Nou, de kans dat deze iets gaan doen is volgens mij niet aanwezig. Want ze zijn alleen maar bezig met bijzaken en gefrummel. Dus volgens mij loopt het gewoon 4 jaar wel door. Ja? Die ambtenaren houden de boel wel boven water. Oké. Okay. Ja. Goed, Abu Taleb komt hier op 1 augustus, dus dan zullen we dat allemaal met hem bespreken. Bespreek dat eens met hem. Ik vind het een beetje saai, man. Het is vast een goede burgemeester, maar ik vind het een beetje saai, man. Ja? Ja. Oké, okay, ik ga er zo nog even op door. Maar eerst een vraag die ik aan bijna iedereen stel. Wanneer ben je een Rotterdammer? Ja, nou, ik ben volgens alle leefbaren geen Rotterdammer, want ik ben hier niet geboren. Dan zijn de Rotterdammers die zeggen, je spreekt de taal niet goed. Want ik zeg de ei nog te veel als ai, zoals het in Utrecht is. En dat moet dan toch iets anders, ik weet niet hoe. Ja, ik ben zelf denk ik, ja, ik voel me wel heel erg Rotterdammer. Maar ik denk wel dat als ik ooit weer in een andere stad zou wonen, wat ik me nu niet voor kan stellen, maar dat ik ook erg snel zou proberen om me daar ook weer thuis te voelen. Je voelt het je, waarom voel je het je? Nou, ik vind dat je je Rotterdammer mag noemen als je ook dingen doet voor de stad. Ja. Als je in je eentje gaat zitten en je vegeteert, dan heb je niet zoveel te bieden. Maar als je dingen probeert te veranderen of probeert te verbeteren, of op een of andere manier een gezellige bijdrage levert, dan mag je me van mij Rotterdammer noemen. Ja. Je zei aan het begin dat je columnist was, maar je bent nog steeds columnist in het AD, hè? In het AD, ja. Elke week, ja. En welke burgemeester was nou jouw beste doelwit? Ja, Peper natuurlijk. Ja, daar ben ik wereldberoemd door geworden, ja. Maar ik vond het ook echt een verschrikkelijke burgemeester. Denk er ook geen steek anders over. Mensen zeggen, als je ouder wordt, word je milder. Nou, niet. En ik vond het gewoon een nare, arrogante, corrupte lul. En dat heb ik in alle toonaarden bezongen. En dat vind ik nog steeds. En dat heeft jou niet in dank afgenomen? Nee, hij is niet blij. Nee. En toen kreeg je Opstelten. Ja, en Opstelten was voor mij natuurlijk een feestje. Het was sowieso natuurlijk een VVD'er, een Bourgondier. Dus dan mag er ineens van alles wat meer. En wat heel handig was, dat je kon bij Opstelten was heel makkelijk benaderbaar. Dus dan kon je gewoon zeggen van nou, ik heb nu geld nodig voor deze zielige mevrouw. En dat deed hij nou meestal wel, dat regelde hij wel. Of als er een verblijfsvergunning echt gegeven moest worden, dan gingen zij wel bij de minister zeuren. En maar, bij Abu Taleb is dat veel meer afgeschermd. Dat duurt allemaal veel langer, dat gaat veel minder makkelijk. Maar bij Opstelten, het gekke is dat Peper was van de sociaaldemocratie. En Opstelten zal in jouw ogen een soort rechtse VVD'er zijn. Maar toch kreeg je daar meer voor elkaar. Ja, maar weet je, de Partij van de Arbeid, die hebben vaak natuurlijk, we hebben het linkse woord. Maar in de praktijk zijn het natuurlijk toch een beetje ambtenaren en neuzelaars. En het fijne met VVD'ers is, ik zal er nooit op stemmen hoor, want ik vind het rattenkruip. Maar het fijne met ze, als je met ze moet werken, is dat ze gewoon doorpakken. En dan denken, nou, we gaan dit gewoon doen, punt. Oké, okay, dus dat spreekt jou wel aan. Ja, maar dat heb ik bij Leefbaar ook gehad. Kijk, die huizen voor die meiden van de Keileweg, die waren er echt niet gekomen als Marianne van der Anker niet had doorgezet. Nee, precies. En ook in de wijk zei het spijt me zeer mevrouw, maar ze komen er gewoon, punt. Maar voor een columnist is het natuurlijk vervelend, is als een burgemeester, wat je zei, als die saai is. Nou, kijk,
Dus er valt altijd wel iets te zeggen. Ik heb over Abu Talib gezegd dat ik vond dat hij gewoon niet zulke mooie billen had. Ik ben een billenvrouw. Ik bedoel, ja. Ik let op billen bij mannen. Dat vind ik prachtig om te zien. Ja. Heb je mijn billen gezien? Jij hangt er dan weer zo'n overhemd overheen. Ik zal even... Nee, dat is een prachtig kontje hoor. Ja? Dat kan gerust wat vaker getoond worden. Of niet meteen bloot. Maar bij Abu Talib, ja, die heeft die zit vlak. Ja, ja, dat is echt genoeg. Weet je, dat word je niet geil van, zou ik maar zeggen. Nee. Goed, wat ik me afvroeg was, het maakt uit of je een column voor de radio spreekt of dat je hem schrijft. Wat vind je leuker? Radio. Radio. Ja, komt het beter aan nog, hè? Ja, maar dat... Als je het met jouw intonatie... Ja, maar het is bij de krant ook wel leuk, maar het is wel een andere vorm. Je moet er wel een andere vorm voor kiezen. Je moet onthouden dat dingen die geschreven zijn harder aankomen dan dat je het even zegt. Weet je wel, dat kan je op een toon laten klinken, dat mensen begrijpen dat het ironisch is, zou ik maar zeggen. Ja, ja. En terwijl ze het schrijft, staat het er gewoon keihard. Ja, precies. Dat is een verschil. Dat is een verschil. En de zinnen moeten korter en nou ja, daar moet je allemaal rekening mee houden. Ja. Dus toch liever radio. Dan gaan we afsluiten met een paar trefwoorden of trefzinnen. Het lijkt me prachtig. Ja. Eerst maar even wat je verdere plannen zijn, hè? Over 17 jaar weer. Hè? Want dat hou je natuurlijk niet, 17 jaar advocatuur ga je niet volhouden, denk ik. 17 jaar hou ik wel vol, maar daarna ga ik natuurlijk weer wat anders doen. Ja. Nou ja, ik had je zelf... liet een foto zien? Of een plaatje? Ja, ik was in Barcelona. En er zat een mevrouw, die zat in het zonnetje, zo'n oud mevrouwtje met prachtig gezicht. En die zat met allemaal van die tasjes om zich heen heerlijk te slapen nadat ze een fles wijn op had. En toen heb ik dat rondgestuurd naar al mijn vrienden en gezegd, wat vinden jullie van deze carrière move? Ja. Ja. Gewoon in het zonnetje zitten. In het zonnetje zitten, wijntjes drinken. Dat met is, tasje. Met tasjes. Ja, een rood wijntje. Ja, rode wijn, tuurlijk. Oké, dat zijn goede plannen. Hoe moet het met de 50-plussers? Hoe moet daarmee omgaan worden? Daar heb je ook ideeën over. Ja, nou ja, wat ik vind is... Kijk, wij zijn natuurlijk de rijken van de samenleving. Want je bent tweeverdiener, veel mensen in mijn omgeving. Ja. Dus wij, de kinderen zijn de deur uit, dus die hebben hun eigen geld. Dus wij hebben geld. En we zijn hip. En we zijn leuk. De meisjes van 50 en iets verder doorlopend, die willen graag er mooi uitzien. Maar het enige wat de mode eigenlijk levert voor het grootste gedeelte is voor hittepetitjes van 14, 15, 16, maatje 36. Ja, leuk en aardig, maar dat hebben we niet meer. Nee. Dus daar zit een heel groot gat. Als je naar de 50-plus bus kijkt, dan gaat het over tenerladies en beschermende vakanties. Dat willen wij allemaal niet. Wij willen lekker reizen, we willen leuke dingen. We neuken nog zonder stok. We lopen nog zonder rollator. Weet je wat, we dansen onze benen nog kapot. Dus daar zou op zich de commercie veel meer op in moeten spelen. Want wij zijn wel degene die het graag uit willen geven ook. Dus de commercie heeft een verkeerd beeld van de ouderen. Ja, kijk nou Omroep Max. Als je daar kijkt, dan ga je toch gapen. Dan denk je, wat is dit? Ja. Waarom zit daar nou niks hips of leuks? Of... Dat is heel vreemd. En de gewone omroep blijft zeker bij 30, 35. En alles wat ouder wordt, die zeker bij vrouwen, wordt er dan uitgezet. Dan denk je, dat is dom. Je moet kijken. Er zijn hele groepen vrouwen die heel hip uitzien. Die graag naar de kapper gaan, die graag naar het theater. Wij zijn ook gauw sponsor, weet je wel. Vrienden van de Oerol, vrienden van de Schouwburg. Je wil dat de mooie dingen in het leven blijven bestaan. Dan wil je best wat geld aan besteden. Ik vind dat daar een groot gat ligt. Oké. Nou, ontzettend bedankt. Ja, jij ook. We gaan afronden. Oké. Volgende week zijn we er weer op de Midget Golfbaan Parkhaven hier bij de Euromast. Om 10:00. En u kunt dit programma zien elke vrijdag om 6:15. Tot de volgende week.